Nou, dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Edi. Dit is dienst 4, de eerste zelfstandige dienst van mij. Ik heb mezelf enorm vergist in de aanvangstijd. Dat blijkt wel, zeg maar. Zo dan. Wat verdomme zeg. Ik kom een partij hard aangereden. Dan ben ik zelf ook niet helemaal heilig, maar goeiedag. Goed, dus onderweg naar Den Haag wederom. Dat zal ik voorlopig nog wel vaker zeggen. Ik moet om 5 uur op de locatie zijn. Nou gaf hij net 16.55 aan. En nu nog 16.53. Dus een beetje mazzel. Nou, dat heb ik dus niet. Als dit deel de tijd zo doorgaat, dan hebben we geen mazzel. Maar ja, vooruit. Het is niet anders. Ik begrijp ook helemaal niet waarom ik zo laat wegga. Waarom ik me hier zo in vergis. Oh, ja, dat snap ik wel. Mijn eerste inwerkdienst heb ik op een andere locatie gedaan. En toen moest ik door naar die locatie. Ik heb de verkeerde tijd in mijn hoofd. Ja, dat is dom. Dat is heel erg dom. Maar goed, oké. Get over it. Oké, nog een minuut ingelopen. Jee. Nou, met een beetje mazzel loop ik nog een minuutje of wat in. Het was een enorme mooie dag vandaag. Helaas is het nu enorm winderig. Maar ik word aardig in de weer geblazen, ondanks dat je de bomen niet echt ziet bewegen. En voor degene die mijn videokanaal volgen, of nog niet volgen eigenlijk moet ik zeggen, maar voor het eerst aan het kijken zijn. Ik reis voor het woon-werkverkeer op en neer. Ik ben dus niet voor mezelf aan het rijden, zeg maar. Dat doe ik soms ook nog wel eens. Maar niet in deze periode. Ik moet zeggen dat ik relatief weinig privé rij. Dat klinkt gek. Relatief weinig toerritten rij met deze motor. Ik rij bijna alleen maar woon-werkverkeer. Het eerste jaar dat ik deze motor had, heb ik de meeste kilometers mee gereden, was 35.000. Dat zal ik dit jaar zeker niet halen. Zeker niet omdat ik de eerste 3 maanden geen werk had. Daar kan ik gewoon eerlijk in zijn. Dus ja. Dan gaat het best hard, zeg maar. Links achter me zit iemand die dit waarschijnlijk niet voorbij durft. Voor alle duidelijkheid, ik heb een zwaailamppaal op mijn motor en ik heb een paar extra zwaailampjes. Alles is dusdanig gemaakt dat ik absoluut niet op enig overheidsvoertuig lijk. Maar ik heb ze wel. Sommige mensen interpreteren mij daardoor waarschijnlijk toch als enig soort van overheidsvoertuig. Terwijl ik toch dusdanig veel andere verlichting heb dan een gemiddeld overheidsvoertuig. Dus snappen doe ik het niet helemaal, maar aan de andere kant. Dat is zo'n zwaailamppaaltje. Oh ja, waarom ga je het dan ook voorbij? Sorry dat. Dan moet je daar weer tussen duiken. Het heeft er weinig zin. Zo, nou goed, dag 4, de eerste zelfstandige dienst. Ik heb 7 jaar ervaring bij mijn vorige werkgever. Dus ik heb 3 inwerkdiensten gehad als zijnde om het systeem te leren kennen, om de locaties een beetje te leren kennen. En voor de rest zal ik het gebied zelf moeten leren kennen. Dat is wat het is, toch? Dus we gaan ons best doen, zal ik maar zeggen. Wat ik de eerste video ook in heb gesproken, deze weg die gaan we echt heel vaak rijden. Hier staan op de heenweg 1 en op de terugweg 2 flitspalen. Je mag je ook maar 70. Voilà, wat rij ik. En ik probeer voldoende afstand te houden op andere weggebruikers. Dat probeer ik sowieso altijd wel. Kijk, hier staat er één en daar staat er één. Een flitspaal. De grap is dat de gemiddelde autorijder hier van zijn gas af gaat. Ik rij hier tegenwoordig best regelmatig. Sinds ik in dat dorp woon in Oegstgeest. Ach jongens, Oegstgeest. Maar goed, ik rijd dus regelmatig en ik heb mijn TomTom altijd op, althans als het kan, op 74 staan. En ik krijg tot op heden nooit een prent. Dat doe ik met de auto en dat doe ik met de motor. Valt me niet tegen, moet ik zeggen. Ah, oh, kijk eens, 1649. Dat gaat goed. Dat is mooi. Dat vinden wij positief. Ah, ik schrok ook al een beetje. Ik denk, hoe kan dat nou, joh? Heb ik me zo verschrikkelijk vergist in de afstand? Ik denk dat de TomTom rekening houdt met de spits die er op dit moment klaarblijkelijk door het COVID-19 virus dus eigenlijk gewoon bijna niet is. Dat is voor mij op zich wel positief. Dan hoef ik me ook niet tussen de file door te wurmen. Alhoewel ik wel denk dat dat voor mij beter zou zijn als ik dan een smallere motor zou hebben. Want dit is best een joekel. Hij is best groot, zullen we zeggen. Kijk, en hier moet ik dus een plekje gaan vinden om er tussen te komen. En ik denk dat ik dat gewoon eens even netjes hier ga doen. Oh, wat stinkt die eend. Mijn hemel. Het zijn wel fantastische auto's overigens. Ze zijn zo kwetsbaar dat ik weet niet wat. Het is echt een sardienblikje. Als daar een ongeluk mee gebeurt, dan ben je ook een soort van plat, zeg maar. Nou, het prachtige Maduro dan. Voor degenen die dat niet kennen. Nederland in het klein.
Ik ben er als kind ooit geweest. Moet zeggen, als volwassene eigenlijk nooit. Ik heb het één keer gezien. Het schijnt heel erg veranderd te zijn. Het schijnt wat interactiever te zijn. Heb ik me laten vertellen. Voor de rest, geen idee. Ik weet het niet. Toen ik hier gisteren langs reed, op zondag, lag dit gras een stuk. Het lag gewoon vol. En dat verbaasde me wel enigszins. Dan denk ik, ja, volgens mij snappen we het toch niet helemaal met z'n allen. Maar goed. Selfie, het is wat het is. Als iedereen een beetje smal blijft staan, of breed blijft staan bedoel ik. Piep ik en dit is het er. Voilà. Nou ja. Mijn eerste zelfstandige dienst wordt wel een grapje, denk ik. Oh joh, ik had hier ook niks over kunt. Oh joh. Hoeveel haast je ook hebt. Dat is een mannetje wat al netjes richting aangeeft. Super. Wauw, netjes. Moeders, dat doe je goed. Wauw.